Dag jongens en welkom bij aflevering 5 Club Brugge, de weg naar de titel. Het is aflevering 5 en ik ga een nieuwe speler kopen. Hector Villalba, een spits van 20 jaar, wiens beste punten versnelling en snelheid zijn. Ook lenigheid, balans en uithoudingsvermogen zijn zeer goed bij hem. Dat had ik heel graag gehad omdat ik rechts buiten Sobota, die nu centraal in de spits moest spelen, terug graag naar zijn oorspronkelijke positie wou verplaatsen. Maar ik vond dat de shutter te traag was voor in de spits, net als Castillo, die mij helemaal niet kon overtuigen van zijn kwaliteiten, meer omdat hij te traag was. En ik had gezien dat Sobota zeer goed fungeerde centraal in de spits, gewoon omdat het zo'n snelle speler was die kon afwerken. Dus ik zou graag terug Hector Villalba daar zetten. Ook een speler die snel is en hopelijk kan afwerken. Hij is 71%, 20 jaar en heeft een potentieel rond de 83% volgens SoFIFA. Dus ja, ik denk dat het toch wel een mooie aankoop zou zijn. Hij kost 4 miljoen euro, dus ik heb spelers nodig die ik zou kunnen verkopen. Maar zoals je ziet is Wang maar 350.000 euro waard. En ga Kujovic me zeker, als hij al verkocht geraakt, gaat hij mij maar 200.000 euro opleveren. Dus ik ga Victor Vazquez verkopen. Victor Vazquez die was al eerder naar de bank verhuisd, omdat Tom de Sutter zeer goed speelt op zijn positie, de centraal aan van de middenvelder. Ze zijn allebei niet zo snel, maar de Sutter kan ja, iets beter passen geven. Allee, toch de FIFA passen, dus balletjes over de verdediging. De diepe steekpassen kan de Sutter precies ook beter dan Vazquez. Hij is iets sneller en kan veel beter afwerken. Hij is ook sterker. Maar de passen zullen waarschijnlijk wel minder goed zijn dan die van Vazquez, maar die zijn niet zo heel belangrijk. Hier in FIFA het zijn vooral de snelheid, de sterkte en het afwerken, het vermogen tot afwerken. Omdat ik wil dat mijn centraal aan van de middenvelder vanaf nu een vleugelspits mee wordt. Die gaat meer naar voren komen en gaat meer infiltreren. Ik ga bijvoorbeeld de afvallende bal gaan moeten oppakken en hem proberen binnen te rammen. En dat gaat Tom de Sutter zeer goed kunnen, omdat hij ook sterk is en zo en de bal wel van de verdedigers kan afschermen. Het is eigenlijk echt een targetman die de bal die de afvallende wel kan binnentrappen. Hij zal 15.000 euro per week binnenrijden, wat zeker niet weinig is. Maar ik denk dat met zijn potentieel van 83% zal hij binnen 3 à 4 jaar toch wel zeker 77 à 78% hebben bereikt. En dan nog steeds 15.000 per week verdienen is zeer erg weinig. Dus ik geef nu liever jeugdspelers iets meer, jeugdspelers, jonge spelers iets meer geld. Om ze dan later nog steeds van mij te hebben, onder mijn eigendom te hebben, dat ze veel minder geld verdienen. We slaan deze tactiek dus eventjes op en we gaan verder naar de transfer deadline day. Ik denk dat het nog maar 4 uur te gaan zijn of zo. Er zullen waarschijnlijk geen veranderingen meer plaatsvinden in onze ploeg. Ik ben eigenlijk wel content met de bloedresultaat. Met Cher, centraal verdediging, met Bjorn Engels, met Chalet. Of hoe hij die naam ook uitspreekt, Mechelen, ik weet het niet. Dan De Bok en Mertens. Ryan, een zeer goede keeper. Dus onze aanvalcompartiment. Ja, misschien vervangen voor de Sutter, ik weet het toch niet. Die Hans van Aken zou toch wel zeer mooi zijn als we die in de volgende transferperiode kunnen halen. Nu was er echt geen budget voor, 8 miljoen euro vroegen ze ervoor. En zoals je ziet, ik heb altijd een beetje moeten scharrelen vooral het geld bij elkaar te rapen. Maar goed, nu de wedstrijd tegen Standard Liège, ook zo'n rivaal van Club Brugge. Maar eerst gaan we jeugdscouts inzetten. Michael Chimanga, een Belg, ja, die gaan we dan laten scouten in België. 2-star en 3-star beoordeling en ervaring. Hier 3-star ervaring en 2-star beoordeling. Niet de beste scouts, maar die ene van 4,7 miljoen euro kon ik nu niet betalen. We gaan nu verder naar de wedstrijd tegen Standard Liège met onze gebruikelijke 4-2-1-3 opstelling. Standard Liège, de club waarvan Roland Duchatelet de eigenaar is, heeft ook al een bak kritiek te verwerken gekregen. Maar het telt allemaal niet mee op FIFA. Wij spelen gewoon zonder die eigenaars. En zoals je ziet staan wij op 4 punten achter op Standard Liège. Als we onze titelkansen gaaf willen houden, zullen we zeker niet mogen verliezen. Anders staan we al 7 punten achter. Ze worden dan wel gehalveerd in de playoffs, maar ja, goed hè. Oké, 16 minuten, vormen uit vrije trap. Oh! Oh my, ik had toch wel meer gehoopt. Ik dacht, ik had toch wel het gevoel dat hij wel erin ging vliegen, maar ja. Oké, Rietveld met een pas op Sobota. Steekt hem diep op Villalba. Wat gaat onze nieuwe spits doen? Hij gaat alleen op de keeper en knalt. Oh. Het is natuurlijk de vraag of Sobota deze goal had gescoord. Ach ja. Eno met een gelukje tot bij Luis. Die pas naar Mpoku. Wat is waar? Geharwaar, getikt. Amai, dat was toch wel een afzwaaier.
Maar het is toch verbazingwekkend hoe gemakkelijk dat Standaard door mijn defensie heen komt. Sobota pakt hier, doet hier wat goed met de bal. Ja, Sobota blijft. Oh, hij verliest de bal. Oh, bal terug, Izquierdo. Bal wordt gestopt door Kawashima. Ja, oké, okay, ja, het is nog steeds 0-0. Maar drie kansen gehad in de eerste helft. Standaard vindt vrij gemakkelijk de weg door mijn verdediging, waar dan in de afwerking staat, oftewel Ryan goed te keepen. Oftewel heb ik toch nog altijd net de laatste man die zijn werk goed doet. Izquierdo, die steekt hem goed diep op Villalba. Villalba, die gaat alleen op de keeper. Nee, de hoek is veel te scherp. Ah, spijtig. Ik had misschien moeten trappen, maar ik denk dat die bal had er zeker niet in gegaan. De bal had waarschijnlijk buiten zelfs gegaan, zelfs geen corner. Ik wou jaloer van Damme afkappen, maar ja. Ruud Vormaat, hier kopbal. Oh! Oh, wat een save van Kawashima. Oh, dat was nipt. Dat was echt heel nipt. De bal was zeer goed gekopt. Kawashima kan nog net van onder de dek laten wegtrappen. Misschien opnieuw Vormer met een goede vrije trap. Dat is toch wel goed. Ja! Nee! Oh! De bal wordt van de lijn gekeerd door een hoofd van Standaard. Misschien hebben we nu kunnen scoren. Nee, we verliezen de bal en de bal zal worden weggetrapt. Oh nee, oei. Opletten voor de counter nu. Oké, de Bok met de bal op Vormer. Vormer, ah, ze staan hier weer met 10 man te verdedigen. We komen er echt niet door, al 73ste minuut. Zal waarschijnlijk. Oh, en deze prachtige pas! Oh ja! Ja! Oh, fantastisch. Wat doet Kawashima hier? Kawashima gaat fataal in de fout. Wat een blunder. Hij springt onder de bal door. Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat ik de bal nog net wou loppen over hem. En hij springt onder de bal door. Over de bal heen, bedoel ik. Ja, fantastisch natuurlijk voor ons. 1-0 met een gelukje, maar zeker niet onverdiend. We hadden eigenlijk al langer 1-0 moeten voorstaan. Het is natuurlijk nu aan mijn tand. Ik heb geen vervanger voor de Sutter. Castillo is centraal aan van de middenvelder. Misschien is het ook zo'n fantastische ontdekking, net zoals de Sutter. En is hij ook een zeer goede centraal aan van de middenvelder. Maar ik betwijfel het omdat hij toch minder sterk en alles dan de Sutter. Oh, Castillo met een mooie pas op Villalba. Villalba gaat alleen op de goal. Villalba moet er. Oh! Ja! Duidelijke fout van Arslanik. Nee, van. Nee, het was niet van Damme was de fout. Van Damme, ja, natuurlijk. Wie anders dan Van Damme maakt hier een vuile fout. Ah, hij begrijpt het zelf ook wel. Hij is de sterkste speler in FIFA trouwens. Maar Villalba lokt hier al direct een penaltyfase uit. Een penalty uit. In zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge. Cher, onze andere aankoop, gaat die bal natuurlijk lekker binnenknallen. Hij heeft 83 op penalty strappen. Misschien dat er nog iemand beter heeft. Ik zal eens even kijken, maar ik denk het niet. Kijk, 83, ja. Castillo heeft 73 en Fernando 75. Maar voor de rest is er niemand. Kom maar, Cher. We nemen onze tijd om het perfect in het groen te plaatsen. Ja, net niet perfect, maar we plaatsen het links en het is goal. Kawashima duikt zelfs niet. Ik denk dat hij oorspronkelijk naar rechts wou duiken. Allee, voor hem naar links. Maar dat hij zag dat de bal naar de andere kant ging en dat hij het opgaf. Ja, Kawashima staat echt niet lekker te keeper vandaag. Hij heeft één goede save gedaan op een kopbal. Twee eigenlijk. Maar ja, bij de 1-0 ging hij toch zwaar in de fout. En nu duikt hij gewoon niet. Cher, onze nieuwe vrije trappenspecialist, gaat hier een vrije trap trappen. We gaan die proberen net onder de dek laten trappen. Hij kraalt van ver. Oeh! Amai, wat een save van Kawashima. Ik was net nog aan het zeggen dat hij slecht aan het keeper is, maar dit is toch wel een zeer mooie save. En hij vliegt net door de paal, lekker helemaal door de paal. Ja, realistisch FIFA, echt waar. Izquierdo moet de bal voorzetten. Nee, doet dit niet. Hij gaat naar boven. Hij trapt. Hij haalt het. Nee, Kawashima pakt de bal en Villalba scoort! Wat een goal. Wat een goal van Izquierdo en Villalba. Dus misschien had het nog mooier geweest als Izquierdo gewoon direct die bal had gepast naar Villalba. Een steekballetje, want nu is het toch wel een heel gemakkelijk intikker voor Villalba. Maar ja, wie maakt het wat uit? Het staat 3-0. Villalba scoort in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge. En lokt al een penalty uit in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge. Naar mijn mening is het dus zeker een geslaagde aankoop. Wel opletten voor de counter van de aanval nu van Standaard. Maar ja, die zitten precies nu ultra aanvallend. Kom maar jongens, het is 3-0. Laatste minuut. Je gaat toch echt niet meer scoren nu, dus, hè? En het maakt toch niks meer uit. Oh nee! Nee! Goal! 3-1. Standaard scoort. Ja, dat is van alle praten. Ik was niet echt geconcentreerd. Ik zei het nog dat ik moest opletten. Ah, maar het is buitenspel. Aha, fantastisch. Het is buitenspel. Dus het blijft 3-0. Ik vind het eigenlijk een beetje een overdreven uitslag. 2-0 had terechter geweest. Maar ja, je hoort me zeker niet klagen. Voor mij persoonlijk was
Ja. Izquierdo misschien de man? Nee, niet Izquierdo. Vilalba was toch zeker de man van de match. En ja, en Riedewald, wij als centraal verdedigende middenvelder, dat merk ik minder. Die scoren niet of zo, dat die een bal afpakken, dat merkte niet zo hard. We hebben neergeschoten op doel. Maar ja, jongens, tot de volgende keer. Vergeet deze video niet te liken en je te abonneren. Ciao!